Ik ga dit jaar iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. Ik ga per brief stemmen. Dus, hoe gaan we dat aanpakken? Jongens, wat een stembiljet. Even kijken. Nou, dat lijkt me helder welke kleur ik neem. Hè? Het rode potlood. En denk erom, één hokje invullen, niet meer. Net als wat ik het vaker gedaan heb. Nu moet dus deze in de goede envelop. Deze envelop alleen voor het briefstempeljet. Daar gaat hij in. Zo, dat is dat. Ten slotte de stempas. En daar moet mijn handtekening onder. Dus de tour-envelop. Daar gaat de stempluspas in. De stempluspas. En het briefstempeljet gaat er ook in. Postzegel niet nodig. Hij moet natuurlijk nog wel op de post. Uiterlijk vrijdag 12 maart. En anders kan je het tot op de dag van de verkiezingen afgeven bij het afgiftepunt. En mensen, ga echt stemmen. Gebruik je stemrecht. Joop, wil je het vaart even? Ik kom er al. Maar ik ga eerst stemmen.